allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Vandaag hebben we weer een rassenvideo en dit keer heb ik echt een ontzettend leuk ras waar ik jullie alles over ga vertellen. Het is namelijk de dwergkees. Wil je er alles over weten? Blijf kijken! Deze schattige hondjes komen oorspronkelijk uit de Duits-Poolse streek Pommeren. En daardoor worden ze in het Engels ook Pomeranian genoemd. En in het Nederlands heet ze dwergkeeshondjes. En ze hebben tegenwoordig een bijnaam en dat is Pomeriaan. En daar wil ik meteen wat over zeggen. Elke hond heeft soms wel eens de pech dat hij in een trend belandt. Zoals bijvoorbeeld het Dalmatier. Toen de hond in één Dalmatiers uitkwam, waren Dalmatiers ontzettend hot. En toen wilde iedereen Dalmatiers en dan worden ze heel erg doorgefokt. Deze hondjes, nou, wat dus nu ook als de Pomeriaan wordt genoemd, dat is eigenlijk een beetje een broodfokkersterm. Dat is niet goed. Die hebben nu de pech dat ze een beetje in de trend zitten, want deze hondjes zijn ontzettend hot. Je hebt namelijk Boe. En Boe heeft een Instagram-account. Dat is ontzettend groot geworden. Iedereen is fan van hem. En ja, toen werden deze hondjes steeds populairder en populairder. En wat ik nu heel veel zie gebeuren, is dat deze hondjes worden uit Rusland gehaald. Die worden heel jong bij hun moeder weggehaald. En dan worden ze via het vliegveld gedropt bij hun nieuwe baasje. Je kan tegenwoordig via Instagram kan je een privébericht sturen. En dan komt er gewoon zo'n hondje naar Nederland. En dat vind ik echt ontzettend slecht, want je houdt het in stand. Dus heel belangrijk is dat je bij goede Nederlandse fokkers, als je ooit een hondje wilt, dat je naar goede Nederlandse fokkers gaat. En soms moet je dan misschien wat langer wachten, maar dan heb je wel gewoon een goed gezond hondje. En kijk, ze zijn echt ontzettend schattig. Ik heb nu eventjes Ravi vast. En Ravi is 6 weken oud. En oh, je bent zo schattig. Helaas heeft Ravi al een nieuw baasje. Ja, hoe gezellig is het als je wakker wordt. Oh, wat moet je grappen? Ben je zo moe? Ja, je bent ook pas 6 weken, hè? Ja, dan ben je wel snel moe. Wat je tegenwoordig ook heel veel ziet, is dat ze deze hondjes allemaal jasjes aandoen en tassen. En ja, ik vind het sowieso vreselijk, omdat ik denk van een hond met een jas, dat heeft hij niet nodig. Ja, tuurlijk, als je een wat ouder hondje hebt met een dunne vacht en ze doen lekker een jasje aan tijdens de winter of de regen, dan snap ik het. Deze hondjes hebben al een super dikke vacht, daar ga ik zo meer over vertellen. Dus ja, dat is ook stom. En het geinige is, het zijn eigenlijk helemaal niet echt schoothondjes. Tuurlijk vinden ze het gezellig om bij je te slapen en lekker te liggen. Maar Jenna, die kent u allemaal wel, de beste vriendin van Matsie, is ook een dwergkeeshondje en die houdt van spelen, ravotten, buiten rennen, door de bossen. Ik wilde eigenlijk voor Matsie heel graag dit ras en toen zei mijn vriend, ja nee, daar ga ik echt niet mee lopen. Maar ze zijn super stoer eigenlijk en ze zijn ook heel erg gehecht aan hun baasje. En het grappige is, ze werden vroeger als waakhonden gebruikt en in dat karakter zit nog heel veel stoerigheid. Heel vaak gaan ze heel stoer op grote honden af en dan gaan ze blaffen en ja, soms hebben ze pech, want niet alle grote honden trappen erin. Maar ze, ja, dat vind ik wel grappig, zo'n klein hondje. Ja, jullie zijn wel echt heel dapper. Hé Ravi, vind je het nog gezellig? Oké, ik heb nu even 2 andere vriendjes gepakt. Kaida en Bailey. En Bailey is party color en Kaida is orange sable. En daar vertel ik zo nog meer over alle kleuren. Maar even wat over een... Oeh, moet je een boertje laten? Of kan je dat nog niet? In ieder geval, deze hondjes worden ongeveer 20 centimeter groot. En dat is ook de standaardmaat die ze moeten zijn. Ze mogen 2 centimeter afwijken naar boven of naar beneden. Ze worden maar 2 kilo. En 2 kilo, dat is echt super weinig. Ik voel nog steeds helemaal niet dat ik wat in mijn handen heb. En door die vacht lijken ze veel boller dan ze zijn. Als ze in het water gaan, dan blijft er meestal niks meer van over. En ze worden ongeveer tussen de 10 en 14 jaar oud. Ze kunnen iets jonger worden en kunnen iets ouder worden. En ja, ze zijn best wel kwetsbaar. Dus er gebeuren ook best wel vaak ongelukken met deze kleine hondjes. Want wat ik al zei, ze lijken alsof ze heel bol en dikkig zijn, maar het zijn echt maar ja, mini-minietjes. Oh, deze gaat slapen. Zo lief, kijk. Oh. Dan iets over de vacht. Het zijn ware toverballetjes. Want ze worden geboren als een soort van, ja, bolletjeswol. En hun vacht, hun echte vacht, is na 3 jaar pas helemaal af. En na ongeveer 5 maanden, dat noem je de ugly fase, zijn ze, ja, ontzettend lelijk. Ik heb hier een foto ervan, maar ook, ze zijn ook wel grappig. Een soort van leeuwtjes, zijn er dan. En als ze dat hebben doorstaan, dan worden ze alleen maar mooier en mooier. En uiteindelijk hebben ze 2 lagen vachten. Namelijk de bovenlaag, dat is de vacht die we kunnen zien. Dat zijn van die lange, fluwelen haren. Maar daaronder zit de onder vacht. En het is heel belangrijk dat je die goed verzorgt. En in de volgende video, volgende week maandag, gaan we alles vertellen over hoe je die vacht knipt, verzorgt, wast. Dus daar vertellen we nog veel meer over. Ja, en dan ga ik nu even vertellen welke kleuren vacht je allemaal hebt. Oké, nu hebben we de eerste kleur. Dat is namelijk wit. En wit is de meest moeilijke kleur om te krijgen. Die is heel erg geliefd. Hallo! Ja, deze is echt heel mooi. En het is belangrijk dat hun neusjes niet roze worden. Ze moeten echt zwarte oogjes hebben, zwarte neusjes. En ik vind deze echt heel mooi. Hij is beroemd. Hij heeft ook zijn eigen Instagram account, hè, Almi?
Ja, oké, dan gaan we door met de volgende kleur. Kleur nummer 2 is orange. En deze heb je ook in orange sable. Dat vertelde ik net. Dan hebben ze een soort van ja, zwart dekje. Maar deze is ook echt geniaal. Kijk hoe groot die vacht is. Echt lief. Oh, dit vind ik de mooiste kleur. Als ik ooit zo'n hond zou nemen, zou ik echt deze kleur nemen. Maar die, ja, je bent net een knuffelbeer. Het is net een beertje. Het is helemaal geen hondje meer. Oh, zo lief. Kleur nummer 3 is black and tan. Ja, en dat is eigenlijk zwart, orange een beetje. Ja, je herkent het wel. Eigenlijk rottweilers zijn ook zo'n black and tan. Voel jij een soort rottweiler? Nee, volgens mij niet. Zo lief ben jij. Ja, heb je net water gedronken? Oh. Kleur nummer 4, die vertelde ik net ook al. Dat is de party color. En over party colors gesproken. Oh ja, pas net niet in mijn jas. Ik zal je meenemen. Ja, hoe gezellig. En die oortjes zijn ook zo lief. Ja, zo lief. Dan heb je ze nog in het helemaal zwart en wolfsgrauw. Dat is een hele zeldzame kleur. Daar kie je nu een foto in. En die kleur vind ik ook echt heel erg gaaf. Dan wil ik nog eventjes 2 verschillende gezichten laten zien. Namelijk de bearface en de foxface. En dit is de foxface. En dit is de bearface. En dat zie je dat deze meer echt een plattere berenkop. En deze lijkt meer op een vosje. Dat ga ik heel simpel te onthouden. Beertje. Vosje, beertje, vosje. Oké, nu weten jullie alles over de dwerggees / Pomeranian. Matsi, het is geen kerst meer, maar ik heb denk 3 cadeautjes voor je. Voor jullie zeg ik dankjewel voor het kijken. En wil je alles weten hoe je deze vacht verzorgt, knipt, noem maar op. Kijk dan zeker volgende week weer. Nu, dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Doei!